Goedemorgen, het is vandaag 26 maart en dit wordt mijn allereerste vlog. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. En ik vind het ook wel een beetje raar om constant met een camera in mijn hand te lopen. Maar ik vind het zelf altijd hartstikke leuk om vlogs te bekijken. Dus ik dacht, nou weet je, ik moet het gewoon een keertje proberen. En dat wordt vandaag. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Ik ben ook hartstikke benieuwd wat je ervan vindt. En als je tips hebt of iets dergelijks, laat me het dan vooral weten. Sorry voor mijn stem. Ik word een beetje verkouden of grieperig, ik weet het niet. Maar hij valt nog wel eens uit. Dat heb ik sinds een dag of zo. Voor de rest voel ik me eigenlijk wel goed. Maar dat je niet denkt van, nou wat heeft zij een rare stem. Dit is niet mijn normale stem. En dat kan je ook in mijn andere video's wel zien. Maar goed, het is vandaag 26 maart. En ik ben echt net wakker. Daarom zie ik er ook zo prachtig uit. Ik ga even lekker ontbijten en ja, ik ga jullie vandaag gewoon meenemen. Dus let's go! Het is echt serieus dat ik weet wat hierin zit, maar anders vind ik het altijd zo verschrikkelijk smerig uitzien. Het is overigens een beslag van eitjes en wat banaan en wat kaneel. Ik ga dus lekker banaanpannenkoekjes maken als ontbijt. Nom 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 nom. Goedemorgen. Nou ja, ze is een beetje druk, want althans de katten zijn een beetje druk, dus zij wordt daar een beetje onrustig van, maar moet je hem niet, heel goed. En dan gaat ze hem daar op peuzelen. Dit is dus echt ochtendroutine en een vriendje die komt er eigenlijk niet zo heel erg uit. Ontbijtje is klaar. Lekker banaanpannenkoekjes met een beetje soja, bosbessen, yoghurt. Zo, mijn ontbijtje zit er weer lekker in en ik ben eventjes lekker wat video's aan het kijken. Ik kijk 's ochtends altijd de vlogs van Mascha, dus dat ben ik eventjes aan het doen. Ik kijk dat eigenlijk altijd op mijn mobiel. Mijn vriend zegt ook altijd van joh, jij hebt eigenlijk geen laptop nodig, want jij kijkt toch alles op je mobiel. En dat klopt wel een beetje, dus ik lig lekker onder een dekentje zoals je kan zien. Ik lig altijd onder een dekentje en eventjes wat video's kijken, even lekker wakker worden. Hey Mar! Nou, Marley ligt bij mij op schoot. Dat is een beetje standaard prik. We hebben dus twee katjes. De een heet Bob en de andere heet Marley. Plak het aan elkaar en je weet waar het over gaat. En, maar het zijn echt een beetje twee tegenpolen. Bob die ligt nu onder een kast achter een, weet ik veel wat aan te gaan. En Marley ligt dus hier bij mij op schoot. En dat vind ik echt super gezellig. En ik hou van krulkatjes. En Mar. Ja. En Marley kan ook echt zo ontzettend intens genieten. Moet je dat kopje nou zien? Daar kan ik echt gelukkig van worden. Hier word ik echt vrolijk van. Zeker als ik thuis kom of ik heb een rotdag gehad of zo. Dan is dit echt super gezellig. Hé Wend. Ik weet niet of je zijn gespin hoort. Hij is nu vrij stil, maar hij kan echt super hard spinnen. Wil je niet op de camera? Je moet even op de camera kijken. Oké, dit moet ik je dus echt even laten zien. Dit gebeurt regelmatig, maar ik heb dat nog nooit op camera vastgelegd. Ik zit dus nu gewoon lekker onder mijn kleedje, lekker op de bank, lekker in mijn hoekje. Dat is mijn hoekje, hier lig ik altijd. Wat gebeurt er nou? Ik lig met mijn benen, lig ik opgekruld. Wat gebeurt er? Er komt een katje aan en dat katje, dat gaat hier dus. Ik hoop zo dat je het kan zien. Hi Mar, gaat er dus onder liggen. Oh, nou kruipt hij er gelijk uit. Oh. Nee. Oh. Sorry. Hij gaat dus onder mijn knieën liggen, onder het kleedje, want het is lekker warm. Ik vind dat zo schattig. Het is ondertussen een paar uurtjes later en ik ga even koekjes bakken. Ik zag een heel leuk receptje voorbij komen op Instagram bij Mind Over Munch. Ik ken het verder niet, maar dat zijn dus koekjes met havermout en Grieks yoghurt en nou nog een paar dingetjes. Nou ga ik wel een paar dingetjes veranderen eraan, aan het recept. Want ik heb geen Griekse yoghurt en ik hou niet zoveel Griekse yoghurt. Maar ik heb bijvoorbeeld wel soja yoghurt. Dus ik ga het gewoon proberen en die ga ik eventjes maken. De koekje zit in de oven. En ik ga eventjes dit konijnenhok opruimen, schoonmaken. Want meneer en mevrouw maken er een beetje een pestbende van. Dus dat ga ik eventjes doen. En de koekjes zijn klaar. Althans, ze worden wat bruin. Dus ik neem aan dat ze dan klaar zijn. Ik weet nog niet zo goed wat ik er dadelijk van ga vinden. Ze ruiken op zich wel lekker, maar ze zien er een beetje paarsig uit door de yoghurt. Ik heb trouwens van de week echt een aantal superleuke dingetjes binnengekregen. Zo heb ik een aantal sieraadjes binnengekregen. Ik hoop dat hij scherp stelt. Gaat hij dat niet doen? Dan hou ik ze een beetje zo. Een aantal sieraadjes binnengekregen van Ik Ben Sieraden. Dat is een superleuke webshop en die heeft echt, ja, echt van alles en nog wat. Zo heb ik dit armbandje gekregen met, ja, een beetje met de handboeien, zeg maar. Die vind ik echt super lief. En ik heb ook deze ring gekregen. Het is een beetje overbelicht volgens mij, maar goed. In de vorm van een kroontje. En ook die vind ik echt super schattig. Het is wel één maat, maar je kan hem dan zelf, zeg maar, verstellen. Omdat hier zo'n gat in zit. Dus dan kan je hem zelf wat groter eventueel nog maken. Maar die vind ik ook echt super leuk. En dan heb ik ook nog dit leuke kettingje gekregen. En dit is zo'n... ja, hoe noem je dat nou, joh? Ik heb echt geen flauw idee. Er staat, zeg maar, noord, west, zuid, oost op. Een kompas of zo? Zou dit al... Of het beeld van een kompas? Nou, ik weet het niet. Ik vind hem in ieder geval super leuk. En hij hangt, zeg maar, gewoon rondom je nek. Dus hij hangt niet heel erg omlaag of zo. En die vond ik ook echt super leuk. Dus daar ben ik echt, echt heel erg blij mee. En ik heb er al een artikel over geschreven. En die komt morgen online. Dus als jullie dit zien is het zondag. Dus dan is die afgelopen vrijdag online gekomen. Ja, ik ben er echt wel heel erg blij mee. Ik hou wel van dit soort sieraadjes. Dit zijn de koekjes geworden. Op zich zijn ze niet meer zo paarsig. Ja, hier zie je het nog een beetje. Maar ze ruiken wel lekker. Ze zijn nog een beetje warm, dus ze zijn ook nog zacht. Maar ik ben benieuwd. Ja, best lekker. Het is niet super zoet of zo. En ik heb er kaneel in gedaan. Op zich vind ik ze wel lekker. Maar misschien lekkerder als er echt verse bosbessen en zo in zitten. Maar dit is best te doen. Ik ga eventjes lekker wat eten. En daarna ga ik even een klein boodschapje doen. Het is ondertussen wel echt gewoon bewolkt. Dus ik weet niet of ik ga lopen. Maar anders pak ik gewoon wel eventjes mijn autootje. En voor de rest ga ik gewoon een beetje rondkijken. Maar eerst even wat eten, want ik heb honger. Lunchie. Crackertjes met filet en met smeerkaas en een beetje ananas. Nou, ik heb me eindelijk aangekleed. Ik heb een broek aan van de H&M. Shirtje van de New Yorker. En ik trek gewoon dadelijk mijn Nike's erbij aan. En dan vind ik het wel eigenlijk best. Dus ja, ik heb eventjes mijn spulletjes gepakt. En ik ga even wat boodschapjes doen. Ik moet eventjes een neusspray halen. Want ik vind dit echt verschrikkelijk. Ik heb echt een verstopte neus. En... blijft me irriteren, dus daar ga ik eventjes wat voor halen. Even wat vitamine C tabletten. Ik heb net een trap gelopen, verschrikkelijk. Dus ja, dat ga ik even doen en dan ben ik zo terug. Zo, ik ben weer thuis. En natuurlijk, ik loop naar buiten en het begint te regenen. Echt top, maar gelukkig zat ik in de auto en was ik niet wezen lopen. Dus het viel allemaal nog wel mee. Ik ben even bij de Action geweest en daar heb ik echt heel erg veel gekocht. Dus daar ga ik ook een shoplog van maken, want die wordt echt super leuk ontvangen door jullie. En mijn vorige was alweer 3 weken geleden, dus nu kan dat wel weer. Toch? Nou ja, goed. Ik ben ook nog eventjes bij de Jumbo geweest. En ik zag gisteren of eergisteren op Instagram een fotootje van iemand die van die overgebakken kikkererwten zat eten. En ik vind het eigenlijk best wel niet lekker klinken, zeg maar. Maar ze zagen er wel lekker uit. Dus ik heb zoiets veel... Ik ga het gewoon even proberen. Dus ik heb kikkererwten gekocht. En ik ga even het recept opzoeken. En ik heb munt gekocht, want ik hou van muntthee en ik wil gewoon iets warms drinken, want ik heb het echt ontzettend koud. Dus ik ga even lekker een munttheetje maken en mijn kikkererwten in de oven doen en dan heb ik dadelijk een lekkere snack als het goed is. Spraakgebrek. Ik zal je even het resultaat laten zien. Dat is dit geworden. En ze zijn echt best wel lekker. Nou, we zijn ondertussen een paar uurtjes verder, althans ik ben ondertussen een paar uurtjes verder. En ik heb wat fotootjes gemaakt en ik ben bezig met een artikel. En ik ga nu eventjes lekker eten maken. En ik ga een taco-bol maken. Dus zo, het eten is klaar. Ik heb hier het broodje, taco-broodje met gehakt en groentetjes en taco-kruiden. En dan heb ik er voor mezelf nog een beetje Hollandse rauwkost bij. Dat vind ik altijd wel lekker. En dan zitten hier in de oven, wow, lekker warm, de taco's. Dus we gaan lekker smullen, lekker eten. Ik heb net lekker gegeten en ik ga nog eventjes een artikeltje tikken voor morgen. Artikeltje over de sieraden die ik vanmiddag heb laten zien van Ik Ben Sieraden. Dus dat ga ik nog eventjes doen. En ik denk dat ik daarna lekker mijn comfy kleding aan ga trekken. Lekker een trainingsbroekje en dergelijke. Lekker even op de bank een paar series kijken. Ik had vanmiddag trouwens naast de koekjes en de kikkererwten, had ik ook nog iets anders gemaakt. En dat is fudge. En ik kreeg fudge dus nooit voor elkaar om zelf te maken. En kijk, het is me eindelijk gelukt. Ik ben er zo super blij mee. En dat is echt heel simpel. Dus mocht je hier het recept van willen, dan moet je het eventjes laten weten in de comments. En dan kan ik het altijd op mijn blog zetten. We hebben nog eventjes lekker televisie gekeken. Ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. En ik wil je super bedanken voor het kijken. Als je tips voor me hebt of opmerkingen of whatever, laat het dan vooral achter bij de comments. Dit is mijn eerste, mijn allereerste vlog. En ik vind het super spannend om hem dadelijk ook online te moeten gaan zetten. Maar mocht je nou tips hebben of gewoon laten weten wat je ervan vindt, dan zou ik dat super lief vinden. En als je de vlog nou leuk vindt, doe dan vooral je duimpje omhoog. En als je meer video's van me wil zien, dan kan je altijd abonneren. Dat zou ik super leuk vinden. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!